Dus Veronica gaf die 3 cameratreinen aan de VARA. Nemen jullie die maar voor 6 ton. Dus de transfer was een feit. Op zekere dag ergens in, ik denk 1975, 5 of 76, kwam Kees Jansma bij mij op bezoek. Samen met Hidde van der Ploeg. En Hidde van der Ploeg was op dat moment de eindredacteur of hoofdredacteur van het sportprogramma van de VARA. Tussen start en finish. En zij vroegen of ik daar aan mee wilde doen door een column in te spreken 1 keer in de week. Nou, dat vond ik prima. Leuk zelfs. Want ik bestond aan het begin van mijn Hilversumse loopbaan. En dus dat ging toen van start. Na verloop van tijd brachten zij iemand binnen die ze kenden van Radio Noordzee. Waarvoor ze allebei hadden gewerkt, van de Ploeg en Jansma. En dat was Harry Vermegen. En die ging items maken. Voor tussenstart en finish. Aanvankelijk 1 per week. Later 2 per week. En nog wat later maakten die gewoon alle items die we nodig hadden. En iets later nog. Henny Stoel presenteerde dat programma, de latere journaallezeres. Die ging naar het journaal, dus ze zochten een nieuwe presentator. Hidde van der Ploeg, de baas, die wilde dat dolgraag doen. Maar Jansma en Vermegen, denk ik, die hadden mij op het oog om dat te doen. Dus toen hebben we gestemd bij de VARA in de kantoortuin. Links had je ZI. Achter ons zat Hoor Haar. En binnen een soortement van ruimte afgeschermd door plantenbakken, daar vond de stemming plaats en ik won de stemming. Hidde was boos. En dus ik ging vanaf dat moment het programma presenteren. Veldersman, kan deze zak ook mee? Die heb ik gewoon bedacht. Veldersman, kan deze zak ook mee? En die kwam nergens vandaan. Dat was. Ik vond het een leuk zinnetje. Het was een project van iemand die bij de VARA werkte, daar eindredacteur was. Dolf Koelbloed. En Jan Mulder deed eraan mee. En Maarten Spanje. Daar waren wij niet bij betrokken, behalve dan dat Harry items maakte. Komen we op 81 graden? Ja. De hoek van de toren is dus 81 graden. Juist. Dat betekent dus dat die 9 graden uit het lood staat. Ja, Harry, dat betekent dat. Ja. Hè? Ja. Nou, dan weten wij toch genoeg? We stopten ermee omdat we fulltime televisie gingen doen. Aanvankelijk was het zo dat ik wilde eigenlijk niet die tv gaan doen. Ik wilde liever radio blijven maken. Vind ik nog steeds eigenlijk wel interessanter. Toen hebben we dat een half jaar samen gedaan. Dus en tussen start en finish en Pisa. Maar dat was niet te doen. Dat is dat was gewoon veel te veel werk. En dus ik ging er maar mee akkoord om dan vanaf dat moment alleen tv te doen. Dit is het shirt van het onbekende merk. Dat is er dus gewassen en gestreken uitgekomen. Werkelijk fantastisch. En dit is het shirt van het bekende merk met de 3 strepen. En u ziet het, en dat heb ik nu elke week meer van meegen. Ik was toen niet bij de opnames van Pisa als ik niet in beeld was. Omdat ik ook die radio moest doen. En Harry zei, blijf jij maar gewoon in Hilversum. Ik was aanvankelijk niet bij de opnames en ook niet bij het monteren, denk ik. Van het begin van Pisa. Harry. Ja. Klikken is nog veel erger dan jokken. Weet je dat? Ja. En dat geldt ook de heer Boersma. Boersma. Weet je wat wij vroeger tegen jou zouden hebben gezongen? Klikspaan, boterspaan. Je mag niet door mijn straatje gaan. We hadden een regisseur, Joop Pannenkoek. En regieassistente Maud Keus.
Zij waren ook het team dat Cote & Bee maakte. En ik denk dat hij gewoon, dat Job gewoon dat voortzette. Dat alles op film. A was alles op film, hè? Niet op video. Wat de montage er niet makkelijker op maakte. En B, ik denk dat Cote & Bee in die tijd ook voornamelijk vanaf buiten werkte en niet vanaf een studiopresentatie. Het idee was denk ik van Job Pannekoek. De vader van Peter Pannekoek. Hartelijk welkom allemaal bij de Pizza voor Polen show. En uw gast hier vanavond is Harry Vermeegen. Ik weet niet, we hadden de volgende dag na de uitzending altijd de redactievergadering. En Job Pannekoek vroeg altijd om meerdere lagen in de onderwerpen. Het moet gelaagd, want dat deden Kees en Wim ook. Gelaagd. En ik herinner me een keer dat hij lang bezig was om een wegwaaiend plastic zakje te filmen. Dat had iets met vluchtelingen te maken of iets met Polen, ik weet niet. Ik herinner me het item niet meer, nog hoe we erop kwamen, maar wij vertrouwden toen heel erg op de regisseur. En die eiste gelaagdheid. Zo, dit was hij. Ja. Hedy, heel erg bedankt voor de medewerking. Tot ziens. Alex, hartelijk bedankt. Dag. Wij van PISA hopen dat deze uitzending een bijdrage mogen vormen tot het herontdekken van het seksuele schuifelen. En daarmee tot het afnemen van het geweld in de grote steden. Ja, dat is wel redelijk gelaagd. Maar ik weet dat niet meer. Ik weet wel dat ik geschuifeld heb. En dat was een meisje die kwam in hetzelfde café als ik kwam. De Pels in Amsterdam. En die was ingehuurd door Job als figurante. En vond niet heel vervelend om met haar te schuifelen, laat ik het zo zeggen. Wie is er nog meer schuldig? Adidas. Want die willen niet dat Johan in Nederland zelf al speelt. Je bedoelt de firma met de drie strepen. Het was wel redelijk goed van de VARA dat ze ons dus zomaar 10 minuten gaven. Hè? Dat ze daarmee akkoord gingen. Want het was natuurlijk van. Ze zeiden wel allemaal: dit gaat niet, want het pikken de mensen niet, 10 minuten. Maar klaarblijkelijk waren de cijfers wel zodanig dat ze ons gewoon het tweede seizoen ook lieten maken. En toen gingen die cijfers door het dak heen. Ik herinner me dat een keer met Rine Spoor, onze toenmalige regisseur, in de auto zat. Op weg naar een opname, weet ik veel. En die zei, we hadden gisteren kijkcijfer 30. Ik zeg, Rine, wat betekent dat? Ik had helemaal geen idee. Hij zei, nou, dat betekent echt wel meer dan 1 miljoen kijkers. Dus vanaf het moment dat wij die lifter gingen doen, gingen er steeds meer mensen kijken. Ik heb het een beetje warm. Volgende week nieuwe avonturen van Harry en Katja. Je zou denken, ja, dat komt omdat die vrouw elke keer iets uittrok in die auto. Dat de klantenbinder was, maar het seizoen daarna deden we de gewone man. Daar zaten dan geen blote dames in, nog de belofte daarvan. En dat groeide gewoon door. Dus het had ook wel iets te maken, denk ik, met de manier waarop we dingen deden. Jij snapt helemaal niets. Ik ga weg. Weg? Maar we moeten nog 6 afleveringen. Jongen, al zat ik hier nog 20 afleveringen. Dan gebeurde er nog helemaal niks. Sul. Wat wel interessant was, dat het meisje dat verreweg het grootste deel van die scènes gedaan heeft, die zei op een zeker moment, ja, maar ik hou ermee op, want ik wil toch niet naakt. Ongelooflijk. Hallo. Hallo. Kan ik een stukje met je meerijden? Je gaat me toch niet vertellen dat jij Katja heet, hè? Ja, natuurlijk. Zij is vervangen, ja, door een kennis van Peter Eikens. Dat was onze producer. Was hij toen al de producer?
Het zou kunnen, het was iemand uit Muiden. Een vrouw. Ja, ik denk dat het Eikens was. Maar dat deden we gewoon zonder daar... Ik geloof niet eens dat we daar uitleg bij gegeven hebben. Ja, ik heb 4 jaar achter een man aangezeten. Wij nodigen uit, naast de boezemvriend, op de bank, Henk Spaan. We voelden ons een beetje beknot door de artistieke eisen van Job. En Rinus die liet ons veel meer onze gang gaan. Rinus Spoor. Dus konden we meer doen wat we wilden. Kijk, wij wisten natuurlijk niks van tv. Harry had een beetje meegedaan aan Voetbal 80. Dus het was niet raar dat de VARA ons een redelijk... toen bekende zwaargewicht als regisseur gaven. Alleen, we hadden toch andere ideeën. En Rinus, die kon het niet veel schelen. Die wilde er gewoon voor zorgen dat op de dag van de uitzending dat de band klaar was. En die deed alle opnames. Het was voor hem ook best wel hard werken, want we waren veel buiten. Volgens mij ben je hartstikke gefrustreerd ook. Ja? Ja, echt. En weet je waarom? Omdat ze alleen maar die kijkcijfers omhoog willen hebben. Ze zijn even pesten. Ja, gefrustreerd mannetje. Ja. Nou, loopt u weg. Nee, dit moeten we even goed aanpakken. Hey, wat ga je zelf met je zootje bloot voor die tv staan? Nee, doe je dat zelf? Doe je dat zelf? Kom op, je ze niet over, zeg. Achterlijke... Zullen jou eens even in je blootje zetten, hè? Ja, kom op. We zetten hem nu in zijn blootje. Dit was op het, bij de Febo, bij het Olympisch Stadion, Stadionplein. En die meiden, die kwamen van volgens mij van de Rietveld of zo. Die was daar een stukje verderop, Rietveld Academie. En ik kan me eerlijk gezegd niet zo goed herinneren of ik op de hoogte was hiervan, dat het doorgestoken kaart was, of dat, ik denk het wel. Komt u er zelf niet meer uit? Vraag het de Pisa-man. Geachte Pisa-man. Hoe oud is Sonja Barend? Hoe oud is Sonja Barend? Jij neemt de kranten. Okay. Wat doe jij nou? Ga bellen. Frits Bom kon er heel goed tegen. Willem Ruijs kon er niet tegen. Die ging klagen bij de directie. Maar de directie zei dan weer niks tegen ons, maar... Wij hoorden dan wel dat Willem Ruijs had geklaagd. De Knockout Show. Dat deed hij voor een producent, de broer Hans Sleeswijk. Ik zat in de redactie daarvan, dat herinner ik me nog wel. Die Sleeswijk die woonde in Naarden of zo. En daar was zijn kantoor en daar moesten we dan één keer in de week vergaderen of 2 keer in de week. En dat was... Een groot amusementsprogramma. Want dat wilde Harry graag. Grote amusementsprogramma's. Dit werd uitgezonden ook door de VARA volgens mij. Het had een schema waarbij mensen af moesten vallen. En dan bleef er een winnaar over. Zoiets. Als ik maar niet meer op mijn poof hoef. Poof hoef. Als ik maar niet meer op mijn poof hoef. Poof hoef. Het bleek op zeker moment... dat sommige van die liedjes in de hitparade kwamen. Ik denk dat dat voor ons wel een stimulans was. Die poef, dat was hitparade materiaal, dacht ik. Ik had natuurlijk al in een eerder stadium Stille Willem opgenomen. Dat werd geen hit, maar wordt tot op de dag van vandaag wel gedraaid. We hadden een plugger. En dat was een van de deurzakkers, die later bekend zouden worden als de deurzakkers. Hij heette Willem van Schijndel. En die zei de historische woorden. Hij kwam met een zeer somber gezicht binnen in onze radiostudio toen. En hij zei over Stille Willem, hij is gestorven voor de deur. Daarmee bedoelde hij, we hebben de tipparade gehaald, maar de hitparade niet. Ik vond het een geweldige uitdrukking. Het hoorde er dus van meet af aan een beetje bij dat we ook liedjes deden. Oude vrouw zoekt haar weg, waar moet ze heen? Gebroken straat. Oude vrouw, ze blijft staan, kijkt om zich heen.
Ja, ik vond stiekem dat Harry totaal niet kon zingen. En ik vond van mezelf dat ik wel kon zingen. Dus alle delen die hij zong, dacht ik van... beetje oneerlijk. Maar er zaten dus wel goede nummers tussen. Ik ga niet meer. Wat een ellende. Weg is de sfeer. Toen deden we een persiflage op die band die ze altijd draaien bij Vitesse voor de wedstrijd. Ja, Harry had dat idee dat er moest heel snel gemonteerd worden. Ik weet niet, had hij misschien van TMF of zo, weet ik veel. Dat betekende dat we shots lieten we maar 2 seconden of 3 seconden staan. Maar die moesten wel worden gedraaid. Dus voor een clip moesten we misschien wel... 80 locaties of iets dergelijks moesten we hebben. En shots draaien en zo. Dat was heel vervelend werk. Echt heel vervelend werk. Met je stomme pony en je uilenbril. Jij bent anders net een aap met dit verschil. Dat er ook wel slimme apen zijn. Kijk dat mens daar staat. Dat was op zich wel leuk, want dan kon je geschminkt worden. En dat nummer van Nana Mouskouri herinner ik me nog wel. Was het niet Island in the Stream of zo? Harry was dan Ben Kramer en ik was Nana Mouskouri. Geen idee waarom ik zo'n hoge stem heb. Misschien draag ik te nauwe spijkerbroeken. Het grappige is dat ik heb dus Gerard Joling ook gedaan met een te nauwe spijkerbroek en een kopstem. En nu zag ik afgelopen zaterdag of zondag bij Even Tot Hier, had ik nog nooit gezien, geweldig programma, echt fantastisch. Die gast, een van die twee jongens, die deed precies hetzelfde nummer, ook met die kopstem, alleen een hele andere tekst. Oh, Polly, ik val zo vreselijk op je. Dat weten ze dan nu beneden ook, meneer. Wat is er, meneer? Ja, ik viel boven op je knie. Waarmee dan? Ja, waarmee dan? Dat kan bij u toch nooit zo'n pijn doen, meneer? Het kamermeisje, ja, dat was... dat namen we op in Hotel Den Treek. We hadden ook een andere... producer, André Schouwerman, volgens mij. Hoe heet zij ook alweer? Van die sauna. Die vrouw die speelde dan een kamermeisje. Lida van Leersum, ja. Die had een sauna in de Kinkerstraat. Sauna 7. En zij was echt een heel goed Amsterdams type. En die speelde dat kamermeisje. Ik weet niet of ze eerder al rollen bij ons had gehad. En waarop dat gestoeld was, God zal het weten. Waarom we die serie gingen doen. We hebben de verpleegster gedaan. Het kamermeisje. De liftster. Er zullen wel zekere commerciële motieven een rol hebben gespeeld. Ik denk dat het een assortiment van... Dat wij dachten dat het een mannelijke droom was. Een kamermeisje. En dat we daar de spot mee dreven of zo. Kan ik nu gaan? Morgenavond om 11 uur presenteer jij Studio Sport. En dan wil ik deze pit in beeld zien. Begrepen? Hier. En opgeflikkerd. Klop. Dat was natuurlijk afgesproken. Smeets die ging met een politiepet opzitten volgens mij. Tijdens het presenteren van Studio Sport. Er waren spandoeken vroegen we om in het Feyenoordstadion bij een wedstrijd. We dachten dat doen ze wel. Ik eis dat zondagavond 15 april Rob Oud in Countdown... Nog eenmaal zo zingen, kom uit de bedsteen mijn liefste. In jacket. Dat werd ook geproduceerd natuurlijk, ja. Oh, maar toen zaten we nog bij de VARA volgens mij. Hey, funny. Nee, dat moet je natuurlijk wel produceren, want anders dan zit je een heel item voor niks te draaien. Dat is niet de bedoeling. Nou meneer, mag ik u even wat vragen? Ja hoor, ja? Zeker. Hoe vaak doet u het nou per week? Nou, ik kijk iedere avond televisie. Oeh! Het is gewoon hoor. Het is wel gewoon. Het is gewoon. Ja. Zeg,
moet luisteren. Voor alle zekerheid wil ik ook nog een vraag stellen. Wat doet u voor de kost? Ja, ik werk op kantoor. Wat gewoon zeg. Hoe verzin je hem, hè? Ja. Die kan je niet bedenken. Nee. André Hazes, die had de hoofdrol gekregen in een comedyserie bij de VARA. En dat was een soortement van strategie van de toenmalige voorzitter, dominee van de Heuvel. Het is eigenlijk te kinderachtig om... Maar die zei dan ook openlijk, in de krant of zo, ja, we willen de gewone man bereiken. En daarvoor hebben we André Hazes nodig. Wat op zich natuurlijk een verschrikkelijke... Hij heeft later ook gezegd, Hazes, dat hij zich daar echt gekwetst door voelde. Maar het is ook zo, ja, echt een soort socialistisch idee dat je de gewone man moet bereiken door een ordinaire show te maken of zoiets. Dus dat gaf ons een fantastische aanleiding om daar de draad mee te steken. Dus wij gingen op zoek naar de gewone man. Wie is dat eigenlijk, die gewone man waar de VARA zo'n hang naar heeft om die te bereiken? Nou ja, goed, we kwamen natuurlijk uiteindelijk, elk filmpje kwamen we weer tot de conclusie dat de gewone man eigenlijk helemaal niet gewoon was. Dat hij hele bijzondere dingen ook had. Zeg, wil u morgen de VARA even bellen? Ja. Want wij hebben u heel hard nodig. Ja, ja. Ja, morgen kan ik wel even bellen, maar ik moet nu naar kantoor, hè. Oh. Ja. Oh. Ik ben achteraf nog best tevreden met het item. Omdat het duidelijk wel een soort maatschappelijke lading had. En we namen onze werkgever ermee in de maling. Wat ook wel fijn is. En het was grappig. En we scoorden daar een behoorlijke hit mee. De gewone man, die hitsingle. Naast mijn schoenen loop ik niet. Ik heb maatje. Aanvankelijk dachten wij, het slaat niet aan. En na 7... We wilden er mee stoppen. Maar na ongeveer 7 of 8 uitzendingen... werden wij nageroepen op straat. Als we aan het opnemen waren ergens. Van, jee, wat gewoon zeg. Goh, wat zijn jullie gewoon, dit en dat. Nico Scheepmaker schreef er een column over in de GPD-bladen. Dat het een heel goed item was, om de redenen die ik net heb geschetst. En dat het ook tot zijn verbazing in één keer springlevend was. Dat mensen thuis ook voortdurend riepen van, zo is dat, is wel gewoon, hè, wat eten we? Zuurkool, te gewoon, weet je, dat soort dingen. En vanaf dat moment werd het ook echt een hit. En wat ook weer gevolg had voor de kijkcijfers. Oh! We hebben hem, kom op! Ja, Harris. Goedemiddag, heren. Kan ik iets voor u doen? Oh. Ja. Het punt was... Het zit eigenlijk zo... We zochten de gewone man. Ja. Meneer Schilperoort. Dat was denk ik met stuntteam De Beukelaar dat we dat deden. Ik weet alleen niet meer dat het Kees Schilperoort was. Maar in ieder geval, dat was wel een gewone mannen-item. Dat hij rijdt wel in een Opel Kadett, maar ja, hij rijdt zo hard dat hij over de kop slaat, weet je. Dus dat maakt het weer ongewoon. En iemand liep over het water, dat bleek dan een soort Jezus te zijn. Nog één vraagje, wat heeft u eigenlijk in de herfstvakantie gedaan? Oh, toen hebben we een huisje gehuurd bij Sport en Centrum. Nou, is deze niet te gewoon, deze man? Nou, hij kan niet gewoon genoeg zijn, hoor. Zeg, meneer, kunt u even onmiddellijk hier komen? Ja. Dan kunnen we u gaan voorstellen bij de VARA even, want dan hebben we u heel hard nodig. Ja, kom even hier. Ja.
was wel moeilijk hoor, om steeds weer dingen te verzinnen die dan niet gewoon waren. Dus een van de dingen overigens, een van de onderwerpen die niet vervelend waren om op te nemen. Omdat we hadden altijd een soort aanloopje, Harry en ik. En dan dat was dan een dialoog. Maar dan werd er niet zo heigerig in gemonteerd. Dan was het gewoon een gesprek tussen ons. Die werd met één camera opgenomen. En dan kwamen we dus een man tegen. En die werd gewoon beeld ingeduwd door iemand die erbij was. En dan ontspon zich een gesprek. Maar dat was makkelijker opnemen. Omdat we niet die hysterische neiging hadden om elke zin apart weer op te nemen voor de montage. Dat deden we niet in dat item. Wat het een stuk prettiger maakte om het op te nemen. Goedemorgen, heiligheid. Buongiorno. Mijn naam is Harry, ik ben uw chauffeur. Juist. Dus dit is La Hollanda. Zie. Maar waarom heeft u eigenlijk de grond niet gekust? Omdat ik gisteren knoflook heb gegeten, filio mio. Oh ja. Nou, stapt u maar gauw in. Ja. Dan gaan we even een stukje rijden. Ja, we zaten aan het einde van seizoen 2... te vergaderen in zo'n VARA-villa, Stijnlaan, achter het hoofdgebouw van de VARA in Hilversum. Het ging eigenlijk als volgt. Ja, wat gaat er gebeuren? Wat kunnen we doen als een soort, in plaats van de gewone man, welk item zullen we eens bij de, welk onderwerp, maatschappelijk onderwerp, zullen we eens bij de kop vatten om het volgende seizoen, want we vergaderden in april, eind april of zo, begin mei misschien. Ik zei, ja, de paus komt naar Nederland. Nog verder zonder enige bijbedoeling. En toen zei Harry van, oh, maar dat is natuurlijk wel een geweldig onderwerp. En zo ging het. Het was heel simpel. We hadden in één keer het onderwerp voor het seizoen daarna in april al bedacht. Wat wel lekker was. Ja, die lieten we bouwen. Die is gebouwd door Decorcentrum. En dat kostte toen veel geld. Alleen die omroepen die rekenden niet in geld. Dat was allemaal papier. Want een omroep mocht zoveel aan budget van Decorcentrum en Decorbouw afnemen. Maar dat was niet echt geld. Dat werd geschoven binnen budgetten. Omdat het allemaal publieke omroep was. Dus er kon ook wel, je kon ook dure dingen. Die pausmobiel kostte best geld. Want er moest een autootje gekocht worden met een motor die het deed. En daar werd door allerlei mensen daar in dat decorcentrum hard aan gewerkt. Doe maar. Ja, goed zo. Zo. Nou. En nu? Nou niks. Gewoon naar die dopper kijken. En ja. Dit vinden alle Nederlanders leuk? Ja. Daar zijn ze gek op. Maar we gingen dus proefrijden in die pausmobiel. Het hele, die hele jurkenbeweging die was ook gemaakt. Echt speciaal gemaakt voor mij op maat. En we, dat heb je nooit gezien. Maar alles wat eronder zat was echt. Dus alles precies zo als de paus het ook droeg. Het was een soortement van controledwang bij die mensen van het decor en van de kostuumafdeling. Omdat moest allemaal echt zijn. En terwijl je zag er niks van. Je zag alleen maar die witte jurk, weet je. Nou ja, anyway, doet niet de zaken. Ik heb me dus toen omgekleed. Ik werd geschminkt als paus. Harry zat in die auto achter het stuur. En toen gingen we proefrijden op de Vaartweg in Hilversum. En daar reden we dus. En de school ging uit. Het was een uur of 3, 4 smiddags. De scholen gingen uit. Middelbare scholen. En ik zie gewoon van die middelbare scholieren van hun fiets vallen. Van het lachen in de berm. Dus toen wisten we eigenlijk meteen dat het helemaal snor zat. Ik herinner me alleen maar bijval, eerlijk gezegd. En de kritiek die kwam natuurlijk van de KVP. Of misschien heette dat toen al CDA, dat weet ik niet meer. Kamervragen, dit was heiligschennis, et cetera, et cetera. Nu zou het op social media zou je echt natuurlijk worden bestormd. Door mensen die het een schande zouden vinden. Maar ik herinner me één briefkaartje te hebben gekregen uit Limburg. Daar stond alleen maar op, ik hoop dat u blind wordt. Nou, ik vond het wel meevallen.
Nee, ik bedoel qua bedreiging. Nu moet ik weer naar Holland toe. Het land van Johan Cruijff. Van Haring, Tulp en Friese Koe. Maar ja, dat moest je van de platenmaatschappij. Nee, daar was natuurlijk niks aan. Beetje playbacken daar. Met 16 danseressen achter je. Daar vond niks aan. Dat sla ik niet aan vandaag. We hadden als locatie een huis van een man. Die had een rijschool. En die was erg zuinig. Dus die stookte niet. En dan zit je daar in de winter. Buiten is het sowieso al ontzettend koud. Altijd. En dan binnen kom je dan behagelijk zitten in een niet gestookt huis. Dat is wat ik me ervan herinner, maar het was echt wel leuk de manier waarop die kar de hele tijd aan het diggelen ging. Zo vies en ik, wanneer scheen jullie nou eens uit met die vieze spelletjes? Een van de redenen waarom wij een conflict kregen met de VARA was dat die glazenwasser die leidde tot een budgetoverschrijding van 30%. Omdat elke keer moest die kar aan diggelen. En dan moesten ze als een haas, moesten ze voor de volgende week weer een nieuwe kar bouwen. Op dat decorcentrum. Dus dat leidde tot streng horen. Wat krijgen we nou? Wat ben jij aan het doen? Dat zie je toch, dat is brood dat ik van thuis meegebracht. Nou gaan we dat dan even lekker thuis op zitten eten. Sodemiet erop, hier op rotten man. Weg van het terras. Morgenavond VPRO mensen, huur een film. Rocky 2, Charles 3. Maar op zich was het natuurlijk grappig. Ook dat we dat er elke week meer mensen stonden. Dat vond ik zelf ook wel heel erg leuk. Dat je eigenlijk laat zien hoe een kijkcijfer kan groeien. Maar dan gewoon met mensen in een straat. Het is een tijd voor de Polonaise. Arie Ribbens, ja! Dames en heren, dan is het nu eindelijk tijd voor waar we allemaal zo vreselijk lang op gewacht hebben. Ik zie hem aankomen, dames en heren. Daar is hij, uw eigen Hans. Hadden we een soort podium neergezet in zo'n straat, in een villawijk in Bussum. Dus behalve de figuratie, die werden met volgens mij 3 bussen aangevoerd. Weet je wie ik laatst tegenkwam, een tijdje geleden? Wie mij vertelde dat hij daar ook bij stond bij die figuratie? Carlo Boshart. Hij zegt, ik was zo'n fan van dat programma. Hij had zich laten inschrijven, of hij stond ingeschreven bij een castingbureau. En hij vond het geweldig om daar te kunnen staan. Was 16 jaar. Echt ongelooflijk. Kleren uit voor. Wat een ontzettend leuke leader is dat toch. Nou, laten we hopen dat Hubert vanavond valt. Niet echt natuurlijk, want daarvoor zit hij te hoog. Maar dat hij wordt gewonnen door Ineke of door Suzanne. Dit was eigenlijk een parodie op iets wat nog niet bestond. Maar wij dachten van, dat zou best eens kunnen. Het is ook een soort halve datingshow natuurlijk. Als vrouwen een man moesten kiezen. Het heeft echt wel iets met die datingshows te maken. Wij dachten waarschijnlijk even verdorven als de firma Endemol later zou gaan doen. Dus, Goedenavond dames. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. En hier staan de kandidaten van de vorige week weer. Corrie en Ingrid. En wij hadden publiek op de tribunes.
En wij zeiden hoe het publiek moest reageren. Dus die moesten zo gaan zitten, 3 seconden. Of, weet je wat, we hadden bepaalde massale groepsuitingen, die schreven wij voor. Ben je nog herkend op straat? Ja. Wat ontzettend leuk. En toen hoorden we later dat Joop van den Ende had gezegd in Aalsmeer tegen de mensen met wie hij werkte. Waarom verzinnen jullie niet zoiets? Dat is toch ontzettend leuk dit. Waarom ik betaal jullie heel veel geld, waarom verzinnen jullie dat niet? De operatie is geslaagd. Nou ja, we hadden dat conflict over een budget. En Van Dam was de nieuwe, die dominee was inmiddels weg. En Marcel Van Dam was de nieuwe directeur, algemeen directeur, voorzitter, weet ik veel. Die deelde de lakens uit. En wat wij toen niet wisten was dat hij zelf natuurlijk ook enorme showbusiness ambities had. Wat in het seizoen daarna zou blijken toen hij... Zuffert ging elke keer weer in beeld zitten bij de Nachtvaarders Nachtshow. Nou, dat waren vervelende gesprekken. We hadden een contract, dat liep geloof ik nog 2 of 3 jaar door. En ik herinner me dat ik tegen Van Dam zei, die overigens op pantoffels liet, want hij had een infectie aan zijn voeten, maar dit terzijde. Ik zei, ja, luister, we hebben een contract en je kan me van alles laten doen. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen om de komende 3 jaar de prullenmanden bij Sonja Warend te legen op de redactie. Vind je niet erg, doe maar. Want hij zei van, als jullie niet willen bezuinigen, dan krijg je gewoon geen programma. Ja, dan niet, zeiden wij. Intussen had Harry contact met Rob Oud, of kreeg dat. Die wilde graag dat wij naar Veronica kwamen. Ze hadden wel een soort comedy show. Dat heette Hollanders, hè? Ja. En er was een jongen die dat deed of presenteerde. Die had Rob Oud uit de postkamer gehaald. Hij haalde overal mensen vandaan die gewoon voor de camera zetten om iets te gaan presenteren. In ieder geval, wij gingen hem vervangen. Nou ja, er was een hoop gezeik. De Veronica moest een transfersom betalen aan de VARA. Eerst vroeg Van Dam 1 miljoen. En wij namen dat gewoon niet serieus. En toen uiteindelijk zei Rob Oud, weet je wat, interesseert mij gewoon helemaal niks. Ik heb nog een 3 of 4 cameratrein staan. In optie om te gaan gebruiken voor een programma later. Maar ja, Veronica, die wisten ook helemaal niet hoe je tv maakte. Dus hoezo zouden zij iets moeten doen met een 3 of 4 cameratrein? Geen idee hadden ze. Dus die zei, ik geef hem gewoon aan de VARA. En dat bedoelde ik net met, het was geen echt geld, maar het was een soort papieren geld. Dus Veronica gaf die 3 cameratreinen aan de VARA. Nemen jullie die maar voor 6 ton. Dus de transfer was een feit. Ik heb het ook net verzameld. Zodra ik iets ga sparen, word ik woedend. Dat noemen we verzamelwoede. Arie Boksbeugel. En die heeft even een mededeling van de directie. De verpleegsters werden, namen we op in de AMC. Elke zaterdagochtend. Dat is het grote academisch ziekenhuis in Amsterdam in de Zuidoost. We hadden een nieuwe regisseur. Volgens mij werd Ed Braat toen onze regisseur bij Veronica voor studioopnames. Die wedstrijd PSV Groningen die wordt vanavond gespeeld. Die is straks bij Studio Sport. En dan heb ik er zo'n hekel aan als je de uitslag weet. Dan zit ik gewoon niet meer prettig te kijken. Ik wil die spanning, die wil ik blijven voelen. Ja? Ja, met mij. Hey. Hey, gaat die goed hoor? Ja, gaat hartstikke goed. Zeg, dat is ook wat, hè, bij PSV Groningen. Oh. En die namen we dan op in een studio op waar de Hells Angels toen zaten, op Wenkenbachweg. Ik weet niet meer welk bedrijf dat was. En Ed, die zat, dat was een schakeltechnicus die altijd met Ellen Jens werkte. Voor Wim Schippers en voor de dingen die zij deed. En ik denk dat hij vanaf dat moment, als we daar iets opnamen in de studio, dat Ed Braat dat regisseerde. Heb je het gelezen, Vermegen?
Heb je gelezen wat Friesland mij heeft geflikt? Probeer achter mijn rug om een ministerie in te pikken. Mijn ministerie, God weet het. Ja, die man is toch ook veel slimmer dan u? Ed Raket was natuurlijk een persiflage op Ed Nijpels. De toenmalige lijsttrekker van de VVD. Ik deed hem na, maar dat kon ik helemaal niet. Dus ik was wel zo gesminkt. Dus misschien in de verte was er een beetje een gelijkenis. Rob Oud, die begon een beetje te klagen. Ja, ja, jongens, maar ik heb in het bestuur van Veronica Zit, een vrouw met een dubbele naam, die zat in het bestuur van de VVD. En die zei tegen Oud, sodemiet erop. We gaan het raket niet aanvallen in de zendtijd van Veronica. Zij beschouwde Veronica dus als zeg maar de omroep van de VVD. Maar, en wij zeiden tegen Oud, ja, jammer, maar we doen het wel. Hij heeft nog wel geprobeerd om toegang te krijgen of greep te krijgen op de montage. Maar toen zeiden wij zeiden tegen hem, kom maar naar de montage. In de zekerheid dat hij dat niet zou doen. Want daar had hij helemaal geen zin in. Een beetje bij ons in die montage te gaan zitten om te kijken, dit shot wel, dit shot niet. En tegen Joop Daalmeijer, die was toen directeur, zeiden we ook hetzelfde. Ja Joop, kom er maar bij hoor, dan heb je inbreng. En dan kijken we wel of het hout snijdt. Maar die kwam ook niet. Dus op die manier hebben we onze zeg maar, inhoudelijke onafhankelijkheid een beetje moeten bevechten. Maar eigenlijk interesseerde het Oud echt helemaal niks. Ik kijk eens even mee naar deze populariteitsenquête van bureau Lagendijk van pas geleden. Hier, eerste plaats Lubbers. Tweede plaats nota bene Friesland. Derde plaats die kok. Op de vijfde plaats staan wij pas. Wij zijn ongeveer even populair als Max van den Berg. Dat vrouwelijke bestuurslid van de VVD dacht dat het heel slecht was voor de cijfers van Ed Raket, Ed Nijpels. En ik kwam een keer in de studio bij Jan Lemferink, Reur. Ik moest daar mensen aankondigen als Ed Raket. Toen was Wim Kok te gast in die uitzending, de voorman van de Partij van de Arbeid toen. En die zei tegen mij, dit gaat ons stemmen kosten. Dus aan de ene kant kregen we op ons flikker van de VVD. En aan de andere kant kwam Wim Kok mij vertellen dat wij het raket heel populair aan het maken waren. Ik heb zo raar gedroomd vannacht. Ja? Ik droomde dat wij de regisseurs waren van Vara's Nachtshow. Hoe ging dat dan? Het was een scène tussen Jack Spijkerman en Adelheid Rozen. Spijkerman had mij aan de telefoon. Ja. Maar tegelijkertijd regisseerden wij die scène ook. Ja, de gelekte beelden, ja. Oh, wat hebben we daar een plezier om gehad. Dat was dus dat programma, dat was de opvolger van Pisa. En die gingen dat noemen Vara's Nachtshow. Karin Bloemen, Adelheid Rozen, Marcel van Dam. Die was natuurlijk elke keer in beeld, want dit was zelf ook natuurlijk een enorm comedy talent. En Jack Spijkerman. Dat waren zeg maar de drie hoofdrolspelers van Vara's Nachtshow. Wij wisten wanneer het programma werd opgenomen. Wij wisten ook dat alle opnames van televisieprogramma's die niet live werden uitgezonden, die stonden in het hoofdgebouw van de NOS op de afkijk, de zogenaamde afkijk. Dat noemden ze zo. Dus het hele gebouw kon zien van bepaalde shows die in een bepaalde studio werden uitgezonden, opgenomen, het repeteren. Dat stond allemaal op de afkijk. En toen heeft iemand voor ons, ik durf nog steeds niet te zeggen wie dat was, dat die misschien achteraf, als hij er nog zou werken, wat ik betwijfel, zou ontslagen kunnen worden. Maar die had een videorecorder in zijn bureaulaag gezet en met een kabel naar die afkijk. En zodoende, wij hadden al het materiaal. Alles. 2 dagen lang. Dat water uit die horen moet goed te zien zijn, hè? Laat het nou maar los over, Jack. Speel die scène nou gewoon door en bemoei je niet met de regie. Nee, nou, te gek als je kunt komen, Henk. Ik vind het ook helemaal te gek, Jack. En doe de groet aan Harry. Wat is dat nou, man?
Zend de groeten van Harry terug. Nou, zie je wel dat hij het leukste van het stel is? En hebben dat door elkaar gemonteerd. Onze opmerkingen en dan weer zo'n repetitie van, weet ik veel, Spijkerman. En aan elkaar gemonteerd. Staat er goed op? Ja, het staat er meesterlijk op. Ja. Kan niet beter, Jack. Is het goed te zien, Titus? Oh, daar gaat Titus niet over, Jack. Nee. Daar gaan wij over. Kregen we een officiële reprimande, officiële waarschuwing van Rob Oud. Had niet gemogen, maar hij moest er zelf heel erg om lachen. En wij ook. Mag ik misschien even weten wat dit te betekenen heeft? Wat staat hier? Daar staat verkeren A, boksbeugel. En hoe heet jij? B, steunweer. Rot dan onmiddellijk dat klote ding hier vandaan, stomme trut. Ferry de Groot en Linda Dubbeldeman, die bleken een relatie te hebben. Dat wisten wij niet. Maar het speelde zich dus een beetje onder de radar af. Niet een beetje, maar heel erg. En die gingen door het land trekken. Daar gingen ze mee optreden. Dat werd zeg maar georganiseerd door een officiële producent. Die ook heel veel voor Animal deed. Voor Van de Ende. Animal bestond er niet voor Van de Ende. En wij zeiden, er wordt hier inbreuk gedaan op ons auteursrecht. Want zij zijn bedachte, door ons bedachte figuren en ze gebruiken materiaal dat door ons is geschreven. Hebben ze wel betaald. Dus die producent heeft wel betaald. Want wij zeiden, als je niet betaalt, dan gaan we naar de rechter. Ja, ik heb een close-upje hoor nu. Oké. Okay. Koud hè, heren? Valt het mee? Is vries hè, meneer Brax? Ja, lekker koud. Ja, hè? Zie je, dat was Brax, dat wist ik. Ja, hey, ja, die had ik erop. De eerste helft van het eerste seizoen bij Veronica was niet echt geweldig. We hadden niet echt een heel goed idee. We deden op zoek naar het geluk of zo. En het hoorde daar een liedje bij, maar dat waren geen fijne items. En bovenop het nieuws werd ons in de schoot geworpen. Nou nee, we hebben dat wel bedacht. Ik zei, we moeten een nieuwsitem gaan doen. Harry zei, maar dan moeten wij wel steeds in beeld zijn. En zodoende kwamen we dus in die gele jacks. Die geelblauwe jacks. Kwamen we op de koudste dag in januari terecht bij de nieuwjaarsreceptie voor de deur van het Paleis op de Dam. Waar heel Den Haag zijn opwachting maakte. En Harry stond daar voor de deur en die zei tegen een of andere minister, koud hè. Hij herhaalde dat. En gaandeweg het item begonnen we het leuk te vinden dat hij steeds koud hè zei tegen mensen. Vooral hoogwaardigheidsbekleders. En nou ja, de rest is geschiedenis. Want de eerste dag na de uitzending van dat onderwerp kregen wij ploegen van het journaal. Die kwamen we dan tegen bij de NOS of zo. En die begonnen te klagen tegen ons. Hartelijk dank. Want als wij een item draaien buiten, dan loopt iedereen koud hè, tegen ons te schreeuwen. En dat was dus, ja, een soortement van hit-item wat ons in de schoot was geworpen. Dus vanaf dat moment was bovenop het nieuws gewoon een goed onderwerp. Dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. Iemand die dwars door de aflossing van de macht gaat heen zitten kwaken, jongen. Het is ook nog een vorm van spionage, weet je dat? Moe van, weet je. Waarvan? Don't move. Laat me zeuren de hele middag. Jij kan het toch zo goed? Hey, je kan het toch zo goed? Ja. Hoofd. Bimbo. Ja, hoofd, die boer, ja. Je hebt de touch toch? Hé. Hey. Je kan het toch helemaal alleen? Hoofd. Bimbo. Ja, de cameraploeg. Dat we beeld en geluid. Camera en hengel. En wij. Dus we hadden ook twee banden. Maar dat is een ontzettend gekloot. Want je kan, in die tijd kon je ze niet synchroniseren. Dus als onze cameraman de band stopte, dan stopten wij natuurlijk ook wel de band, maar dan ben je altijd een paar seconden later. Dus probeer dat maar weer eens gelijk te krijgen. Dat is echt een takkenwerk in de montage. Dat probleem hebben we nooit weten op te lossen. Maar we hebben wel geluid en beeld ook gebruikt van onze eigen camera. Van wat we zelf opnamen, zeg maar. Maar dat moesten we er dan tussen fietsen.
En het, aanvankelijk dachten we, nou kunnen we op twee machines die banden laten lopen, maar dat lukte gewoon niet. Het ging niet. Die waren niet synchroon. Morgen, postbode. Morgen, meneer Spaan. Kunt u even tekenen? Ja. Pakje uit Aruba. Uit Aruba? Ja, ik heb het al gezien in Videoband. Oh, band al bekeken ook zeker? Nee, ik heb beter, Max. Klinkt misschien een beetje onbescheiden. Kijk, ik draag de show. En ja, hij doet ook mee. Inderdaad, ik doe ook mee, ja. Nee, dat was gewoon, hij nam dat daar op. Nee, dat was niet fake, dat hadden we afgesproken. Want hij was inmiddels verhuisd naar Aruba. Zijn vrouw Karin, die woonde daar al, die had daar een winkel. En hij vloog over tijdens het tv-seizoen om naar Nederland te komen. Dan heb ik hier een oude ring. Kijk, die douw ik daar achter je trouwring. Ja. Dan geef ik zo een knal tegen die deur. Hè? En dan vliegen allebei die ringen eraf. Weet je heel zeker dat die vinger niet meevliegt? Ben je klaar? Dan gaat hij, hè? Dit was ook een matig item. Weet je wat het is? Je denkt iets en dan moet je heel erg lachen tijdens het bedenken. Oh leuk, we gaan de klusjesman doen. En die klusjesman die komt overal terecht. In huizen, bij mensen en er gaat van alles mis. Ik bedoel, dat is de opzet. Alleen de uitvoering was echt belabberd. Oh nee, geen denken aan. Zo'n dom konijn met zo'n irritant stemmetje. Hey, heb je het over mij? Mafkees, heb je je eigen kop wel eens goed bekeken? Hé, Karel, laten we het nog even gezellig houden. Gezellig, met hem erbij. Hé, hey, kan de konijn zijn grote smoel eens even houden? Dat het een ongelofelijke klus was, omdat er was een particulier montagebedrijf die hadden een computer waarmee je veel meer kon dan tot dan toe gebruikelijk. Dus wij wilden zeg maar die film nadoen. Roger Rabbit heette die film, geloof ik. Was een groot succes toen. Ik herinner me vooral dat het een vrij simpel onderwerp was, maar dat de productie daarvan was enorm. Gerrit heeft volgens mij 48 uur in die studio gezeten om dat te monteren. Hey, Bril, mag ik er heel even uit? Jij blijft lekker zitten. Nou, dan moet je het zelf maar weten. Drijf het nou niet te ver door. Hey, Kareltje. Pas opzij. Pas opzij, jij. Hey, dierenbel. Hou op. Gek. Auw. Kijken. Wat is dit nou? Wat zijn dat voor dingen? Wat zijn dat voor balletjes? Heb je wel eens van konijnenkeutels gehoord? Gadverdamme. Zit er een in mijn bouillon te schijten. En wat ik me ook nog heel goed herinner, is dat ik liet het item een keer zien aan mijn dochter, die een jaar of 4, 5 was en die heeft onbedaarlijk gehuild. Vanwege het konijn in de kokende pan. Spooktelefoon. Spooktelefoon. Het eerste spelletje met autotelefoon. Zo, en wie heb ik aan de lijn? Ook dat was een enorme productieklus. Met stuntteam Hammy de Beukelaar. Die had een stuk of 6, 7 mensen op een snelweg neergezet die nog afgesloten was voor het verkeer. Gaat het goed? 7, 8, 9, 10 seconden nu. Nee! Hey Arie, dit is radio. Je moet vertellen wat je ziet, anders is er voor de luisteraars niks aan. Wat ik zie alleen maar auto's op me afkomen. Er komen alleen maar auto's op me af. Het is een spel hoor. Ben je gek? Het gaat geweldig, Arie. Je zit op 35 seconden. En dat namen we op een bepaalde manier op, zodat het verschrikkelijk eng eruit zag. Maar in werkelijkheid reden die auto's niet zo hard. Maar het zag er wel naar uit, alsof ze heel hard reden. En iemand, ik denk Harry, zat dan in een auto en die wilde niet te pletter zich rijden of zoiets. Wat we wel in de hand hadden, waren de tieten van Tatjana. Wie heeft er met zijn gore tengels in de blouse van Tatjana gezeten? Het was in Bussum. Er was een oude kazerne. En er was wel één leuk liedje. Het was een liedje dat had Harry meegenomen van de Antillen. Het was misschien uit Venezuela, weet ik niet meer. In het leger of op straat, hoe stap je naar voren? Grote regelmaat en een stapje terug. Ben je huisvrouw of soldaat, hoe stap je naar voren? Altijd in de maat en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Dat was wel leuk, doe een stapje naar voren en een stapje terug. Dat was best leuk, dat liedje.
Maar verder was het... wilden we denk ik soldatenhumor nadoen. Of wat we daar dan van wisten. Van soldatenhumor. Het was geen geslaagd item, nee. Ach, laat maar waaien. Ach, laat maar gaan. Ik maak me niet druk meer. Wat een bestaan. Jan Boerstoel die zat in de redactie voor liedjes vooral. En die vertelde dat zijn vrouw dat niet fijn vond. Of zijn vriendin, weet ik veel. Want kijk, wij hadden natuurlijk niet... We hadden wel succes, maar in bepaalde kringen niet een superieure reputatie. Dat viel tegen. Harko, klap toe de bek. Ja, en Harko heeft een brogelbak. De boerderie was gewoon een leuk, echt een leuk item. Vanwege de beginscène. Dat we aan tafel zitten in die boerderij. En dat er een gesprek is terwijl er een hele grote dampende pan op tafel staat. Die altijd eindigde met de zin slaanpa. Marcus, we moeten wel voer slobberen. Want ze verschot de loerderie open. Oh, dan moet ik flux de appeltjes optuten. Optuten? Doe! Oh, een zeug 3K het boyerknark. Slampa! En dan moest ik Harry een klap geven. Een vuistslag. En het werd gedraaid bij hem over shoulder. Dus zo doen ze dat gewoon al 1000 jaar in Hollywood. Ik sla hem, hij zit daar, de camera is daar. Dus hij dekt eigenlijk de klap af. De persoon in kwestie dekt de klap af. Dus ik sloeg dan zo, ik raakte hem niet. Maar je hebt als kijker echt niet de indruk dat ik misla. En dat is door het geluidje wat eronder komt. Dat geeft heel veel realiteit aan de klap. En hij flikkerde dan achterover zogenaamd en lag een matras. Die ving hem op. Het item wat daarna volgde was min of meer bijna bijzaak, vond ik zelf. Het was ook meestal niet leuk. Behalve dan die pater uit Heerlen die steeds in de sloot reed. En die dan heel hard God Mia riep. Let goed, Floyd. Dat was overigens ook zo'n onderwerp met dialogen erin. Waarbij elke dialoog minstens 3 keer moest worden herhaald en gespeeld. Omdat eerst namen we de ene persoon op. Dan namen we de andere persoon op. En dan namen we een totaaltje op van dezelfde dialoog. Dus achteraf gezien zo verschrikkelijk dom. Want je kan het, wat Roel Deen later ging doen, onze cameraman, toen we op reis waren. Gewoon als Harry en ik een dialoog hadden, die ging gewoon, die bewoog mee met ons. En dat is zo verschrikkelijk veel handiger en simpeler opnemen. En waarbij je ook veel spontaner blijft. Want, wat hebben we ons aangedaan met dat opnemen op die manier. Met dat steeds elke dialoogregel werd apart opgenomen. Ja, anyway. Pas Soekie vraagt of er aan tafel niet meer geboerd wordt. Hij vindt het onfatsoenlijk. Boah! Onfatsoenlijk? Soekie, wat doet een timmerman? Die maakt. Nou, Soekie. En wat doet een bakker? Een bakker bakt. Nou, en een boer, die boert. Ah, dat is een mooi zaadje, joh. Alleen hadden we ook hele rare items erbij. Van de Maagd Maria die verscheen in de tuin van die boerderij. Nou ja, het was allemaal vreemd. Oh. Nom de ju. Wie zijt gij? Ik ben de Madonna. Ben u soms ook in de Kuip geweest in Rotterdam? Nee, Harko. Ik ben de Madonna. Kwaai, Joep.
We maakten ook in de tijd van de boerderie maakten we ook een pagina in de Veronica gids elke week. En Gerrit tekende dat helemaal. En we zaten, besteden er een uurtje aan om teksten te maken en zo. En Gerrit zat intussen gewoon, terwijl we spraken, zat hij die tekeningetjes te maken. Hij is echt een duivelskunstenaar. Dames en heren, ik ben vandaag uw reisleider en u mag mij Harry noemen. Hé hey Harry, kunnen we misschien even stoppen? Ik moet namelijk erg nodig. Die ouwe moet eruit. Dan zijn we net 2 minuten onderweg, dan moet die ouwe er al uit. Ja, stop maar. Hé, hey, niet meteen gaan chagrijnen, hè? Dat is toch leuk, een plassende man? Toen we stopten met Verona, toen waren we, weet ik vrij zeker, al van plan om dat... grappig bedoelde serietje in die brandweerkazerne te doen. Gadverdamme. Moet je kijken, man. Stel je nou niet zo aan. Het is gewoon een brandslang. Dat is geweldig. Toen het afliep, ik had er echt schoon genoeg van. Dat comedy aspect. Het waren dus allemaal afleveringen van 25 minuten. Ik had voortdurend het idee dat we boven onze macht grepen daarmee. Hey! Ja, Mafkees! Hallo! Hey! Wat zijn we aan het flikken? Wat zijn we aan het doen? Dat is mijn bordje! Ja, dat is jouw bordje! Heb ik net opgehaald op de brug! Ja, wie heeft hier die bonte avond? Jij? Ik, ja, die paal die gaat de verkeerde kant uit. Ja, dat weet ik wel, maar ik wou uitzoeken of dat komisch genoeg werkt. Kost mij geld, hoor! Ja, dat weet ik! Het kost mij geld! Hey, slaatjes, je staat te beschimmelen daar! Je neemt het serieus! Ik neem het niet serieus! Je neemt het wel serieus! Je haalt mijn klanten weg! Ja, je bent kwaad! Ik neem het niet serieus! Ik ben helemaal niet kwaad! Je houdt hiermee op! Ik zei na 89, nadat comedy seizoen in die brandweerkazerne. Toen ging ik met Gerrit de Jager naar Harry's verjaardag in juni op Aruba. Mei of juni. En onder andere om hem te vertellen, ik doe dit niet meer. Ik ga niet meer die comedies doen. We moeten het anders gaan aanpakken. Eigenlijk wilde ik het liefste sport doen. Heb ik toen ook wel gezegd. Dat Holland is oké, was een compromis. Maar ik wilde die comedy shows wilde ik niet meer doen, omdat ik zag gewoon, dat kunnen wij helemaal niet. Wij kunnen A niet regisseren. Wij kunnen... het was ontzettend moeizaam, de opnames, omdat shot, tegenshot, kijkrichting, over de as gaan en zo. Allemaal van die regie dingen. Die verschrikkelijk veel tijd kosten. En die ten koste gingen van spontaneïteit en de comedy op zich. Hoe haal jij het in je lege hoofd om een etage te huren in een brandweerkazerne? Ah. Jij hebt echt het IQ van een fluitketel, weet je dat? Ah. Het benul van een bintje. Hé, hey, de hersens van een pispot. Maar moet je eens even heel goed naar me... Oh ja, weet je wie er ook nog in de redactie zat van... toen we die zogenaamde comedy deden met die in die brandweerkazerne? Dat was Rogier Proper. Dat was een scriptdokter en die heeft... ooit samen met een vriendin van hem, Goede Tijden, Slechte Tijden, heeft hij opgezet. En hij heeft heel lang met de VPRO gewerkt. Ik ben dankzij hem min of meer bij de radio terechtgekomen, omdat ik... hij produceerde en regisseerde een programma dat heette Piet Ponskaart. Daarin zat een comedy aspect genaamd het VPRO Forum. Er werd ons een vraag gesteld aan de forumleden. Dat waren Ischa Meijer, Wim T. Schippers, ik, Mensje van Keulen, Cees Notenboom en nog wat mensen die variabel waren. En Rogier vroeg aan mij of ik in dat forum wilde zitting nemen. Ik was denk ik 24, 25 jaar. En zodoende ben ik min of meer in dit métier terechtgekomen. Hij deed mee aan het schrijven van die comedyserie. Maar dat hield dus na een jaar op. Dus toen hield hij ook op met in de redactie te zitten. Je moet die kamer eens opruimen, anders houden we het geen 3 weken uit hier, hoor. En maak je bed op, want het is al moeilijk genoeg zo. Hey, ik ben bij Brazilië geweest, in het trainingskamp. Ja. We spelen morgenavond tegen Zweden. Wil je er iets van zien of niet? Nou, laten we even kijken dan. Dat is toch een van de favorieten. Ja. Volgens mij was het Ruben Ordeman die montage deed. Of was hij was cameraman. Maar hij deed geloof ik ook de montage. Ja, nou ja, ik bedoel, als we klaar waren met draaien gingen monteren. Ik denk dat ik toen zo langzamerhand meer ging monteren. En zeker in 1990 deden we veel met dialogen. Dus hier
sta je. Ja. Ik loop je al een uur te zoeken, Harry. We moeten afkondigen, de uitzending is afgelopen. Ik kom als geroepen, maar die werd echt geen seconde te laat. Waarvoor? Huldigingsceremonie voor het goud. Wat is dit voor een vertoning? Huldigingsceremonie voor het goud? Wat is dat allemaal? Ik sta me hier in te leven hoe het voelt om goud te winnen. Waarom? En kan ik dat gevoel overbrengen op die Nederlandse sportmensen? Ik weet nog dat Barcelona was gewoon hartstikke leuk. Dat was echt een goed programma ook. Het scoorde als een tijger. En die items die erin zaten met het molentje dat steeds kapot ging, dat was gewoon hartstikke leuk. Ik kan mijn ogen niet geloven. Wat is hier gebeurd? Het was een zweet. Hoezo wat zweet? Een Zweedse gewichtheffer. Ik vraag de weg, hij zette zo 180 kilo op. Hup. We moesten dat natuurlijk dat een beetje leren. En zo gaandeweg kwamen die dialogen, gingen een grotere rol spelen. En zeker toen we op reis gingen. Naar Brazilië, weet je, dat we overal dat Holland is oké gingen promoten. Wat moet hij nog open? Maak die koffer zelf. Ik wil dat wel eens. Je moet bij de douane gaan werken, jij. Zoveel ruimte, nee, dat t-shirtje toch niet in. Nou, bestudeer het even. Gaan we weer flauwekul bedrijven? Nee, we gaan eraf blijven. Hier. Harry, wij gaan een documentaire maken in het buitenland. Ja, fijn. Mag ik van jou weten wat die molentjes flauwekul daar weer mee te maken heeft? Wij gaan een documentaire maken en ik ga Holland promotiebedrijven. En daarvoor zaten we altijd samen in dat montagehok. En Harry was altijd van heel snel monteren. En later ging ik het monteren. Ik deed het al een beetje bij die voetbalprogramma's. Maar toen we Holland is oké gingen doen, toen monteerde ik alles. En toen kon ik dat veel meer naar mijn hand zetten. Ik ging niet meer als een raket door die shots heen. Ik liet gewoon dingen uitstaan. Soms stond een shot zelfs wel misschien wel een minuut of zo. Van een dialoog, hè? We gingen ook niet meer. We gingen toen ook dialogen opnemen. Toen we op reis waren voor Holland is oké. En die namen we in één keer op. Dat wil zeggen, het moest wel over soms, omdat we dingen niet goed deden of in de lach schoten of weet ik veel. Er is in Nederland toch niet één berg te vinden? We zijn nog platter dan Denemarken. Ja, maar als die mensen nou bergen willen, dan krijgen ze van mij toch bergen? Dat is toch heel simpel? We moeten eens af van het imago. Van Nederland, dat vlakke land met door een eindige horizon. Nou, en dan komen die mensen. Ja. Ze verwachten bergen te zien, dan zijn ze niet. Zijn ze teleurgesteld. Nou en? Dan zijn ze toch al binnen? Kijk, wij waren erachter gekomen, simpel rekensommetje, dat een reisprogramma maken veel goedkoper was dan met studio. Dus het lijkt heel duur. We gaan met een cameraploeg, een producent, een lokale producer en met twee acteurs gaan we op reis. Goh, wat zal dat dan geld hebben gekost? Helemaal niet waar. Het was echt veel goedkoper dan dat we de studio moesten gebruiken. En nog steeds gaan welke omroep denkbaar ook gaan op reis, want die snappen dat nu wel. Het exponent van de Nederlandse gierigheid, Harry, de flessenlikker. Nee, dat is gewoon doodzonde. Om het laatste restje yoghurt weg te gooien. Als de yoghurt niet meer op natuurlijke wijze de fles verlaat, dan is het tijd om hem weg te gooien. Nee, dat is nou typisch een opmerking van iemand die de oorlog niet heeft meegemaakt. In het eerste seizoen zijn we geweest Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Azië. Dus dat zijn drie grote reizen geweest. En hetzelfde deden we in Europa dus. Een jaar later. Die verre reizen en in die vreemde omgevingen, exotische omgevingen, waren eigenlijk wel leuker. Er zijn ook shots die onze cameraman heeft gedraaid. Bijvoorbeeld in L.A. heeft hij vanuit de auto, heeft hij die palmbomen zo in een rijder, vanuit de auto, terwijl die auto rijdt, heeft hij die palmbomen zo gefilmd, van beneden naar boven. 1000 keer nagedaan. Dat ging dus via lokale productie. Onze producer Eikens, die nam contact op met lokale productiemensen. En zodoende, en die gingen aan de slag daarmee. New Orleans hebben we dit gedaan. En daar was echt een wereldberoemde saxofonist bij. En dat weten wij veel, dat wisten wij niet. With a heart so true, I'll
Het was een heel groot feest van Prins Philip toen hij 70 werd of zo, weet ik veel. In de tuin van Buckingham Palace. En die band speelde daar. En een van die gasten... Of is het trombone? Nou ja, ik weet niet meer welk instrument. Maar ik las die naam. Ik denk, shit, die heeft bij ons Tulips from Amsterdam lopen spelen daar op straat in New Orleans. Nee, dat was een gezamenlijk project. Later is het gebruikt nog, die film door Auke Kok, voor zijn beroemde boek over 1974. Dat was best leuk om te doen. En volgens mij wel interessante film, omdat er werd duidelijk gewoon dat het een vrij negatieve sfeer, dat er een vrij negatieve sfeer heerste rond het Nederlands elftal voordat ze naar Duitsland gingen. Dat zie je ook in die film. En dat werd natuurlijk anders naarmate ze beter gingen voetballen en iedereen versloegen tot de finale. Tackelen, dat is wat er moet gaan gebeuren daar. Tackelen? Ja, tackelen, ja. Hier. Kijk, en om dat te ondersteunen heb ik dit al laten maken. Hier, kijk. Oh. Tackelen. Ja, dat is wat er moet gaan gebeuren. Vanwege het volkspark. Ja, wij moeten die Engelsen met hun eigen wapens bestrijden. Nieuwe koeien vonden we een leuke titel. En Gerrit had er een ontzettend goede lied bij gemaakt. Heel simpel. Eén koe in beeld en een inzoom, als ik me goed herinner, waarin we de titels lieten verschijnen. En alles was zwart-wit, dus het had voor het decor ook nog prettige gevolgen. Maar ja, hoe je op iets komt, ik bedoel, daar vraag je steeds naar, maar dat weet je gewoon vaak niet, hè. Het zijn invallen en een ander zegt van, ja, goed idee, zo gaat het. Goeie rubriek. Ja? Niks mee aan de hand. Nee, weet ik. Foute titel. Oh. Helemaal niks. Oh. Fax voor Henk. Ja. Dat is niks. Oh. Het is natuurlijk een fax voor Max. En hier hebben wij Max. Kijk. Ja, maar ik heet geen Max. Fax voor Max. Ja, maar ik heet Henk. Dat weet ik ook wel. Maar het gaat even... Jongen, het gaat om de titel. Het is catchy. Fax voor Max. Dat blijft hangen. Daar heb je wat aan. Hij maakte 4 items. En ik monteerde. Dat was de werkverdeling. En op de laatste dag, op de dag van de uitzending, namen we 3 dialogen op in de studio. In dat kleine studiootje. Dat was gewoon ons redactiehok. Maar het voelde heel goed. Het voelde heel goed als omgeving. En ook in dat redactiehok had ik bijvoorbeeld die beta-machine waarop ik zat te spotten en zo. Standbeeld voor een linkerbeen. Van het middenveld Haziel, Jansen en Van Hanegem herinner ik me hem het best. Het kraken van die stem. Weer een scheidsrechter gepest. Ik moest op een bepaalde dag dat gedicht af hebben en de volgende dag moest het worden opgenomen. Ik stond in beeld over de schouder van een voetballer. De voetballer keek in beeld. En ik keek ook in beeld over zijn schouder heen. En een fractie links of rechts van de camera stond een groot bord. Waarop de tekst stond. Want ik kon dat niet zo snel uit mijn hoofd leren. Ik ben geen acteur. Acteurs kunnen dat wel, maar ik niet. Voor autocue was denk ik geen geld. Dat was natuurlijk het beste geweest. Hoewel ook weer niet. Want je ziet ook dat de voetballer aan het luisteren is naar de tekst die over hem wordt gezegd. En het duurde meestal een minuut. Er was een vrij significante begintune. Leonard Cohen. Met een pianostuk. Dat is het. We gaan dit seizoen weer 1-1 spelen. Maar nu op een iets professionelere basis. We hebben van meet af aan in Nieuwe Koeien straatvoetbal gedaan, hè? Later werd dat niet meer het straatvoetbal zoals we in dat eerste filmpje gedaan hebben, maar lieten we voetballers trucjes doen. En zoals Davids, Peter Hoekstra en de zusjes Playfair, herinner ik mij. 2 donkere meisjes, die hadden een neef die voetbalde bij PSV. Die waren heel goed in doen van trucjes. En daar zetten we dan goede muziek onder. En dat was het eigenlijk. En dat werkte wel heel erg goed. En vanuit die
dat uitgangspunt ontstond dat 1 tegen 1, 2 tegen 2. Toernooitjes van Amsterdam tegen Rotterdam en zo. En zoals elke week beginnen we met de prognose door Ellen van Lange. Mijn prognose luidt Feyenoord Vitesse 1-1. Zo, daar laat Feyenoord dus het derde puntje liggen. Nou, was dat niet omdat ze in 1992 Olympisch kampioen werd in Barcelona en dat ze toen een dag later bij ons op het podium stond? Ja, dat was het. En wij willen jou graag nog eenmaal huldigen op ons prachtige podium. Dus als je hier wil gaan staan, alsjeblieft. Ze gaat er staan op de eerste plek. Nou, meneer Nebbiolo, als u zover bent, wilt u dan eventjes de medaille uitreiken? Het is me een grote eer. Ze ging mee naar dat plekje waar wij dan het volkslied lieten horen. Waarbij Harry niet mocht gaan huilen. En Ellen van Lange die had goud gewonnen, dus het was logisch dat die middenin stond. En uiteindelijk ging Harry altijd huilen om het volkslied. Het is gewoon dat kromme gezwets van jou. Jij bent gewoon geen volwaardige gesprekspartner, Harry. Ik praat niet meer met jou over die zin. Nee, ik zeg niks meer tegen jou. Nee, daar komt het op neer. Nee, ik hou gewoon mijn kop. Nee, ik ga gewoon vanaf nu geen discussie meer met jou aan. Nee, klaar. Ik discussieer niet met jou. Nee, omdat ik altijd zeg, hetzelfde. Nee, ik zeg niks tegen jou. Er kwam een sportzender. Ik denk dat dit Sport 7 was. Die werd opgezet door Jos Staatsen van de KNVB. Die zei, geloof ik, we gaan iets nieuws doen. Of hij dat nou was of iemand anders, weet ik niet meer. En Harry bleek daar met de Mol over te spreken om daarvoor te gaan werken. En daar kwam ik pas in een vrij laat stadium achter. Ja. Dus de laatste drie uitzendingen van Nieuwe Koeien spraken wij niet met elkaar. En de redactie, Hugo Borst en Leo Verheul, die gingen eerst naar het kantoortje waar Harry zat. En die kwamen toen bij mij om door te geven wat hij had gezegd. En dan weer terug met wat ik had gezegd over de dialogen die we wel met elkaar moesten opnemen. Dus dat was niet zo gezellig. Maar dat is het. Hij ging voor de Mol werken. En ik deed niks. Ja, ik deed wel wat. Maar niet in dit kader. Niet in deze context. Verona, we zijn begonnen, kijk maar gauw. Verona, we doen het allemaal voor jou. Verona, Verona, op zaterdag op Nederland 2. Ik had ook veel meer tijd voor andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld in 94 Hartgras opgezet. Dat is een voetbalblad voor lezers. Dat zou ik misschien niet hebben gedaan als ik nog voor de tv zou hebben gewerkt. Of nog een aantal jaren. Trouwens, ik ging later wel weer voor de tv werken. Maar anyway. Kijk, op zich is het opnemen van items, de manier waarop wij dat deden, helemaal niet ontzettend leuk. Want je bent altijd buiten. En het is altijd koud, dat heb ik al eerder gezegd. Maar aan de andere kant genoot ik ook wel van het succes dat we hadden. Niet door massale toejuichingen, want daar had ik niet zoveel zin in. Maar het was wel interessant om te zien dat naarmate we langer bezig waren, de aanvankelijke weerzin van min of meer intellectuelen en tv-recensenten en zo, dat draaide wel bij. Ik bedoel, we kregen echt wel voor die twee nieuwe koeien kregen we echt wel veel positieve reacties, ook in de pers en van mensen om wie er opinie ik gaf. Dus dat is allemaal leuk. En het harde werken en zo en altijd maar 's avonds om 10-12 uur thuiskomen, was minder. Ik heb af en toe app-contact met Theodor Holman, dus die spreek ik dan nog. Gerrit de Jager spreek ik ook met een zekere regelmaat. Omdat hij nog steeds voor Hartgras tekent. Ik hoorde laatst van iemand dat een van de andere mensen ziek is. Nee, ik heb verder geen contact met mensen van Veronica of zo.